Jij kunt het echt niet laten, hè? Wat precies? Jij hebt het idee dat ik iets heb met Rick en dat kan je gewoon niet hebben. Maar jij mag natuurlijk omgaan met wie je wil. En als een relatie met Rick jou gelukkig maakt, dan kan ik alleen maar blij voor je. Ik heb geen relatie met Rick. Waarom begin je er dan over? Omdat jij me hebt ingehuurd als personal trainer. Dus omdat ik volgens jou denk dat jij iets met Rick hebt, wat volgens jou niet zo is, heb ik Rick ingehuurd als personal trainer. Maar eigenlijk, ja, wat eigenlijk? Ik haat het als je zo doet. Ik wil dat Rick mijn revalidatie begeleidt. En ik moet eerlijk zeggen, zijn eerste training was behoorlijk pittig. Die man weet echt wat hij doet. Ja, laat hem met rust, hoor je me? Ik vind Rick gewoon een goede trainer, meer niet. Ja, ik had ook Bing kunnen vragen. Die heeft geweldige resultaten geboekt met Nina. Ja, Bing werkt al voor me.